Hartelijk welkom, kameraden, en welkom op het spiksplinternieuwe Varkenoord. We gaan kijken naar Feyenoord onder 19 tegen FC Groningen onder 19. En Feyenoord dus niet goed begonnen aan het seizoen, verloren eerste Supercup. En vorige week de seizoensoverturen in Twente tegen FC Twente met 3-2 verloren. Goeie gevaarlijke bal hier op de spits van Groningen. Schiet hem rakelings langs de paal en het was daar Giovanni Zwickstra. En Hendricks werd daar gepasseerd en hier een gevaarlijk moment en die bal op de paal. Even een hachelijk moment, maar Van der Zeel werkt hij weg. 11e minuut. Hoekschop voor Groningen. En die bal wordt erin gekopt. Het is daar Feyenoord niet oplet. En Leonai Miguel kopt hem in. De laatste man van Groningen. Feyenoord op achterstand hier op het nieuwe Varkenoord. Saladin, Oulad Emhand. Touré. Schot van Touré. Bal werd nog getoucheerd. Leek, maar... In de 5 meter daar de keeper geattackeerd en bleek ook buitenspel te staan. Toshio Leek. Goeie vrije trap, maar zeld over de lat. Oulad Emhand onderschept. Hier is Van der Zeeuw. Stuurt daar Leek weg. Toshio Leek. Nog altijd Leek. Leek. En een puntertje. En die bal die zit erin. 1-1 hier op het nieuwe Varkenoord. Toshio Leek. Nadat Twan van der Zeeuw daar goed erin kleunde. En Feyenoord weer op gelijke hoogte met Groningen. En goede opening hier, Sjaik Touré. Touré is nog wat vertraagd wanneer hij ruimte voor zich heeft. Touré! En uiteindelijk in twee instanties van Rotterdam. El Azouzi. El Azouzi. Maar treft daar het sponsorbord. Saladin, Oulad Emhand draait hem in. Denk op de slof. Maar El Karbaghi. En het troost plukt die bal uit de hoek. Maar het is dus Groningen. Gevaarlijke inworp. Wordt gewonnen door Feyenoord, maar die counteraanval zit er niet meer in. Jack Kreeft blaast af. Het is een puntenverdeling op Varkenoord. Wel het eerste punt voor Feyenoord dit seizoen. En de koploper, dus Groningen, komt op 7 punten. Feyenoord op 1 na 2 wedstrijden.